De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadim. De ambassadeur evalueerde de gezamenlijke projecten met de minister. Brazilië is een belangrijke partner geweest bij het uitvoeren van het malaria-project en het HIV-AIDS-programma. Recent heeft de Braziliaanse overheid namens de United Nations World Food Programma en de Pan American Health Organization ook een ambulance gedoneerd aan Suriname. De ambassadeur wil van de minister weten welke projecten de nodige aandacht behoeven en welke nieuwe projecten geïnitieerd kunnen worden. Een van de wensen van de ambassadeur is de legalisatie van Brazilianen in Suriname. Hij liet ook weten, liet hij weten aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadim.